allemaal. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je deze krullen kunt maken met de nieuwe Babyliss Curl Secret. Dit is een nieuw apparaat. Je hebt er misschien wel wat over gehoord, of misschien ook niet. Ik vind het in ieder geval een heel erg fijn apparaat en ik was er al heel erg lang benieuwd naar. Nu mag ik hem dan eindelijk uitproberen. Ik ga jullie nu laten zien hoe je dit precies kunt creëren en hoe de Babyliss Curl Secret nou werkt. Dus ik zou zeggen, kijk gewoon mee. Het is een heel ander apparaat dan normaal, dan ik gewend ben met een krultang. Ik wist in het begin echt niet hoe ik mijn haar er dan in moest doen en hoe gebruik je dit. Dus daarom is het altijd goed om eventjes de handleiding door te lezen, zodat je precies weet hoe je dit apparaat dus kunt gebruiken. Ik ga het nu ook gewoon voordoen. Ik heb een paar keer geoefend, maar nu lukt het steeds beter en het gaat allemaal steeds beter wanneer ik het heb gedaan. Dus een aantal keer oefenen en je kunt gewoon de perfecte krullen creëren. Ik ga nu beginnen. Ik ga je eerst eventjes vertellen hoe dit apparaat dus precies werkt. En dan ga ik het laten zien bij mij. En dan kunnen jullie uiteindelijk het eindresultaat natuurlijk ook zien. Nou, op de tang zitten meerdere standen. Dus je kunt zelf kiezen op hoeveel graden je de tang wilt en hoeveel seconden je hem in wilt stellen. Je hebt hier staan 12 seconden, 10 seconden of 8 seconden. Nou, dan kun je natuurlijk zelf kiezen hoe lang je de krul in de tang wilt laten zitten. Dus hoe langer je hem laat zitten, hoe compacter de krul dus wordt, dus hoe fijner. En als je hem op 8 seconden bijvoorbeeld zet, dan wordt de krul wat grover, dus echt wat losser. En dan krijg je meer van die, een beetje een slag. Ik zet hem altijd op 12 seconden, omdat ik vind dat dat gewoon bij mijn haar mooi en het beste gaat. En 12 seconden, dan krijg ik echt die mooie compacte krul, dus echt een krul die ik wil. Dus ik zet hem daar altijd op. En qua graden kun je kiezen uit 210 graden of 230 graden. Dan heb je hier staan 1 en 2. Het staat hieronder, boven het lampje. En 1 betekent dus 210 graden en 2 betekent 230 graden. Ook die zet ik meestal op de hoogste stand, dus op 230 graden. Omdat ik dan echt die mooie krul krijg. En voor mijn haar, ik heb best wel dik en zwaar haar. Dan is het ook echt wel nodig om de hitte op de hoogste stand te zetten. Zodat de krul gewoon ook lang blijft zitten en dat die wat compacter wordt dan normaal. Heb je wat fijner haar en wat korter haar, dan kun je gewoon ook de stand 1 gebruiken. Dat is 210 graden. Dat moet voor jou dan voldoende zijn. En dan kun je eventueel ook met de seconde spelen wat nou het beste voor jou werkt. Maar dat is bij iedereen natuurlijk verschillend, maar bij mij werkt het gewoon het beste. Belangrijk dat je de Curl Secret op één manier, dus met dit rondje, naar je hoofd toe houdt. Dus als je aan deze kant gaat krullen, dan is het belangrijk dat dit rondje naar je hoofd staat. Dus altijd doen, want anders kan je pluk haar niet goed in de cilinder gaan, waardoor het dus mis kan gaan. Dus het is belangrijk dat je dus altijd het rondje naar je hoofd toe houdt en dan op deze manier de pluk er doorheen haalt. En dan kan hij hem goed oppakken, de pluk haar. En dan krijg je dus de krul. En aan deze kant doe je precies hetzelfde, alleen dan hou je een beetje zo vast en dan doe je pluk haar erin. En dan kan hij de pluk haar gewoon goed oppakken. En als je het zo doet, dus met het platte stuk, dan werkt het gewoon niet. Dan pakt hij hem niet goed op en dan zal hij hem waarschijnlijk weer loslaten. Maar ja, dat wil je natuurlijk voorkomen. Je wilt natuurlijk dat het in één keer goed gaat. Dus dan kun je het beste gewoon de pluk. Dus het rondje moet je gewoon echt verplicht aan de kant van je hoofd houden. Wat ook belangrijk is, is dat het kleine klepje, dus het platte klepje, altijd aan de bovenkant is. Dus altijd naar de kant van het plafond. En de dikke kant moet altijd onderaan staan. Dus op deze manier hou je het ook vast. En dat ook aan de andere kant. Want dan gaat de krul er goed in. Want als je hem zo houdt, dat werkt niet. Net als dat je het rondje aan de kant van je hoofd moet houden, moet je ook dit klepje altijd bovenaan houden. Dus dat zijn de twee dingen waar je eigenlijk goed op moet letten. En natuurlijk de secondes, ja, en de graden, daar moet je gewoon een beetje mee spelen wat voor jou het beste werkt. En natuurlijk welke krul of de gewenste krul die jij wilt. Dus daar kun je allemaal mee spelen. Maar dit zijn in ieder geval de belangrijkste stappen die je moet weten voordat je aan de slag gaat met de Curl Secret. Dus ik ga nu demonstreren hoe je de tang kunt gebruiken. Nou, de tang die is nu aan het opwarmen en dan zie je dat die gaat knipperen. Het lampje wat hier staat gaat knipperen en als die is gestopt met knipperen, dan is die klaar voor gebruik. Hij knippert nu nog eventjes, dus ik laat hem nog eventjes liggen. Wat je dus alvast kan doen is een hittebeschermende glansspray gebruiken. En dit kan je door je hele haar doen, zodat je haar in ieder geval beschermd is tegen de hitte van de tang. Dus dat ga ik nu alvast doen. Dan kan het intussen ook een beetje opdrogen voordat ik de tang ga gebruiken. Dus ik spray het helemaal door mijn haar. Nu een beetje door mijn haar heen verspreid. In ieder geval mijn haar goed beschermd is tegen de hitte. Dan is het belangrijk dat je het goed door gaat kammen. Want dan kun je de plukken er goed in doen. Dus in de tang. Zo, heel charmant. En dan borstel ik dit ook nog eventjes door. Voordat ik aan de slag ga. Nu beginnen met de tang. Nou, ik heb nu een klein plukje. En wat ik doe, ik draai hem een beetje rond. Op deze manier. En dan zet ik de tang er op deze manier op. En nu
Nu pakt hij de krul. Nu pakt hij het plukje dus gewoon op. Hij zuigt hem een beetje op. En dan piept hij totdat hij klaar is. Nou, nu is hij sneller gaan piepen. Dus hij is nu klaar. Dus nu kan ik hem loslaten. En nu zie je dat ik een hele compacte krul heb. En dat komt dus omdat ik hem op de hoogste stand heb gedaan. En ook op 12 seconden. Dus dan krijg je gewoon echt die mooie compacte krul. En ik zet hem weer tegen de pluk aan. En het is in het begin een beetje raar als hij die pluk opzuigt. Het lijkt alsof je haar er wordt afgetrokken, maar dat is dus niet zo. Je moet niet bang zijn voor de tang, want hij doet gewoon zijn werk goed als je maar begrijpt wat je doet. Dus nu laat ik hem weer los. Nou, ik heb nu de onderkant van mijn haar gedaan, dus nu is het tijd om de bovenkant te gaan doen. Dus ik laat mijn knotje weer los. Tadaa. En dit laat ik dan gewoon zo los en dan ga ik verder met de bovenste laag. Ook dit borstel je eventjes goed door. En dan begin ik bij de voorkant. Nou, het voorste plukje is heel makkelijk, die is heel kort. Dus dan ga je weer zo... Heel erg makkelijk, net als de rest van het haar. Alleen is dit een wat kleiner plukje. En je laat hem weer los. Dan heb je een heel schattig klein krulletje. Nou, en nu heb ik mijn hele haar gekruld en dan ziet het er zo uit. Je ziet dat ik hele mooie, strakke, kleine krullen heb gecreëerd met de tang. Ik zelf vind het mooi als je het een beetje uitkamt, dus dat het er wat natuurlijker uitziet. Maar als je het zo mooi vindt, dan kun je het natuurlijk ook gewoon zo laten. Of eventjes met je vingers doorheen gaan, maar ik vind het mooi als je het uitkamt. Dus dat ga ik nu ook doen. Plukjes kun je bijvoorbeeld voor bij het gezicht houden, zodat het er een beetje speels uitziet. Ik vind het een heel erg fijn apparaat. Hij is makkelijk in gebruik als je eenmaal weet hoe je hem moet gebruiken. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik nou deze Curl Secret gebruik en hoe makkelijk het wel niet is. Ja, natuurlijk thumbs up als jullie deze video leuk vonden. En ik bedank jullie heel erg voor het kijken. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je meer video's van mij wilt zien. En hopelijk zie ik jullie snel weer. Doei doei!